onrust rond zandwinning. Extra publiek voor Voetveer. Kamer uit na staken studie. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Het kan nog zeker tot het najaar duren voor de uitspraak volgt in de kwestie Dekker van de Kamp. Bewoners van de Ooijse Bandijk in Ooij stapten onlangs naar de Raad van State vanwege overlast door het zandwindbedrijf aan de Lingewaardse kant van de Waal. De bewoners gingen ervan uit dat de bedrijfsactiviteiten van tijdelijke aard zouden zijn, maar het bedrijf is niet van plan te vertrekken. Verenigd in bewonerscomité Groenlanden willen de overburen nu weten wat de status is van het nu geldende bestemmingsplan. Nou, het gaat over de zandwinning hier aan de overkant van onze buurtgemeenschap. Dekker van de Kamp is al bezig te bouwen een zandwininstallatie met wat zij willen, een overslag en een aan- en afvoer van zand en grind. Ons onderzoek is nu is van, wij horen allemaal van provincies en gemeentes in eerste instantie dat het allemaal tijdelijk zou zijn. We hebben gesprekken gehad met alle mensen en Dekker van de Kamp, dat is de zandwinner zelf, die zegt van nee, niks tijdelijk, wij zijn hier van plan om permanent te blijven. Nou, dat is wat we willen gaan onderzoeken, want tijdelijkheid en het maken van een mooi natuurgebied, daar hebben we niks op tegen, ruimte voor de rivier. Maar het feit dat er een permanente zandfabriek komt, dat is niet wat wij willen. En wat volgens mij ook niet de bedoeling is van de provincie en de gemeente. Daar willen we graag duidelijkheid over. Ja. Wat zou het bezwaar kunnen zijn? Wat is de overlast die hier als bewoners aan de Ooijse kant zou kunnen hebben dan? Geluid, fijnstof, het zicht. Er komen heel veel schepen langs, ja, nu zie je het ook voortdurend. Er komen alleen maar meer schepen bij die dan ook de haven gaan indraaien en weer uitdraaien. Dus ook een stukje onveiligheid erbij. Ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. U bent nu naar de Raad van State gestapt om duidelijkheid te krijgen, want die heeft u vanuit provincie en gemeente onvoldoende kunnen krijgen? Absoluut. Wij zijn nog steeds volop met het onderzoek bezig. En we hebben een zienswijze ingediend op de milieuvergunning. Daar hebben we een reactie op gehad waar we het nog niet volledig mee eens zijn of nog niet voldoende duidelijkheid geeft, die reactie van de provincie. En dan is de volgende stap naar de Raad van State om wel meer duidelijkheid te krijgen. Dus dat zijn we nu aan het doen. Het bewonerscomité sprak eind juni al in tijdens een raadsvergadering van gemeente Lingewaard. Een reactie daarop is tot nog toe uitgebleven. Bij navraag liet een gemeentelijke woordvoerder weten vanwege de vakantieperiode nog geen reactie te kunnen geven. Wat voor bedrijfsactiviteiten vinden er op dit moment nu precies plaats bij Dekker van de Kamp? Dekker van de Kamp is een ontgrondingsbedrijf. Dus wij winnen zand en grind. Wij winnen klei voor de steenfabrieken. In de Bemmelse Waard zijn wij vanaf de jaren 60 ongeveer bezig met een zandwinning. Die zandwinning die richt zich dus op het winnen van zand en grind, wat afgevoerd wordt naar onze afnemers. Dat zijn voornamelijk betoncentrales, asfaltcentrales, maar ook bijvoorbeeld aannemers. Het zand is eigenlijk overal voor nodig om te kunnen bouwen. Of waar we hier bijvoorbeeld staan, asfalt, dat is 90% zand en grind. Dat zijn de producten die wij maken. En wij zijn in de Bemmelse Waard samen gaan werken met de overheid en met onze buurman in de Uiterwaard, steenfabriek Wienerberger, om de herinrichting van de Uiterwaard uit te voeren. Nou zijn hier bewoners aan de Ooijse Bandijk die zich zorgen maken over het al of niet permanent of tijdelijke karakter van jullie bedrijfsactiviteiten. Klopt het dat jullie van plan zijn te blijven? Ja, dat klopt. En waar baseert u die aanname op? Vanaf het feit dat wij al 50, 60 jaar in de Uiterwaard werken. Er wordt al zoveel jaren wordt er zand gewonnen. We hebben vergunningen voor onbepaalde tijd. Onze bedrijfsvoering is gericht op de lange termijn. Dat is ook een van de redenen waarop we heel veel samenwerken met natuurorganisaties, met gemeentes, met overheden. Om te kijken of we plannen kunnen maken waarbij doelstellingen als rivierverruiming, als natuurontwikkeling samengaan met delfstofwinning. Wij zijn een bedrijf met een lange horizon en wij willen graag langjarig vooruit. Een van de zorgen is dan toenemende geluidsoverlast. Hoe ziet u dat?
We hebben bij de vergunning aanvragen, bij de vergunningverlening, moet je allerlei onderzoeken doen. En dan moet je aantonen dat je binnen bepaalde normen blijft. Daar toetst een overheid op, daar geeft een provincie een vergunning op af. In dat voortraject hebben we vanzelfsprekend rekening moeten houden met de nieuwe locatie van de zandscheidingsinstallatie. En dan doe je onderzoek en dan kijk je van, nou, past dat binnen de normen, binnen de wetten en de regels. De meeste bewoners van de Rodenburgflat in Arnhem willen dat de dakloze opvang van Tony van der Heerik blijft bestaan. Naast zelf een handtekening te hebben gezet, haalden de sympathisanten ook steunbetuigingen op in de omliggende straten. Volkshuisvesting sloot de opvang begin oktober vanwege overlast. Hierdoor dreigden de daklozen op straat te belanden. Van der Heerik wil na de zomer de gemeenteraad toespreken, wordt vervolgd dus. De Arnhemse rechtbank behandelt op 16 augustus de rechtszaak tegen een 30-jarige inwoner van Duiven. De man heeft bekend dat hij tijdens het zomercarnaval Rio aan de Rijn in Arnhem op 21 augustus vorig jaar een 48-jarige man uit Den Haag heeft doodgeschoten. Het besluit over de behandeling van de zaak werd dinsdag tijdens een tussentijdse zitting genomen. Deze zitting vond plaats omdat eens per 3 maanden getoetst moet worden of een verdachte nog terecht in voorarrest zit. Wie de hal van het nieuwe treinstation Arnhem gaat bouwen, wordt naar verwachting in september duidelijk. ProRail meldde dat een 2-tal aannemers een offerte heeft ingediend voor de bouw van de OV-terminal. De 2 bedrijven die na de aanbestedingsprocedure zijn overgebleven, moeten nog enkele aanpassingen doen in hun aanbiedingen. De voltooiing van de stationshal is gepland voor eind 2013, begin 2014. Rijkswaterstaat en belangenorganisaties LTO en Cumula zijn dinsdag niet tot overeenstemming gekomen over de renovatie van de IJsselbrug in Westervoort. Volgens boeren, loonwerkers en grondverzetbedrijven is de brugweg door het plaatsen van 90 centimeter grote barriers straks te smal. 2 landbouwvoertuigen kunnen elkaar dan niet meer passeren. Maar Rijkswaterstaat, die dinsdag een schouw hield, blijft erbij dat aan de breedte van het wegdek niets verandert. Beide partijen gaan volgende week opnieuw om de tafel. Hij vaart al enige weken op en neer, maar het fiets- en voetveer tussen Beuningen en Slijk-Ewijk krijgt zondag toch wat extra aandacht. Uiterwaarde houdt dan een publieksdag rond het nieuwe pontje. Hoe gaat het met de veerdienst en wat staat er zondag op het programma? Een eenvoudige dag om in ieder geval kennis te maken of hernieuwd kennis te maken met 2 van onze ponten. Dus de pont waar we nu staan en de pont tussen die vaart tussen Druten en Dodewaard. Dus een fietsroute uitgezet tussen die 2 ponten van 40 kilometer. De tweede persoon gaat gratis mee over die 2 ponten die dag. En zowel in Beuningen als in Slijk-Ewijk zijn activiteiten georganiseerd. Ik begrijp dat de Beuningsmiddenstand iets wil gaan doen met aanbiedingen en coupons. En in Slijk-Ewijk vinden de jaarlijkse zomerfeesten plaats. En daar is vooral allerlei zeg maar zomerse festiviteiten die ook voor onze mensen heel leuk kunnen zijn. En wat ik al zei, we hebben een aantal veertjes in de vaart. En zeker dit veer Beuningen-Slijk-Ewijk, dat voor het eerste jaar vaart, had gewoon wat extra aandacht nodig. Dus dan bedenk je iets en dan werd de publieksdag. Ik moet er ook bij zeggen dat wij normaal bij een officiële opening dat meestal laten volgen door een publieksopening. En die is dit jaar in het water, letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. Vandaar deze tweede poging zondag. Ja, we hebben heel veel tegenslag gehad met het begin van de kazerne. We moesten de opening uitstellen vanwege het extreem lage water in de Waal. Maar de pont pakt het echt prima op en de aantallen zijn gewoon goed. We zullen geen record gaan vestigen dit jaar, maar gezien het feit dat we laat begonnen zijn, draait hij eigenlijk heel goed. Dit is een nieuwe pont. Hoe loopt die? Ik denk wel goed, want de mensen die komen, die zijn allemaal enthousiast. En als ik kijk naar vandaag, hebben we toch zeker 120 fietsers overgezet. En ik denk 30 voetgangers. Dus ja, dan vind ik dat wel mooi is. Zeker met die bewolking vandaag. En mensen komen toch. Als het moet, kunnen er 40 op. Maar dan is het wel echt met beleid vastzetten. En dan moeten de mensen ook geduld hebben om het goed vast te zetten. Maar ik vind 20, 30 vind ik een mooi aantal. En meer hebben wij nog niet bij de hand gehad. Wij varen vanaf half mei tot het laatste weekend van september. En in de vakantieperiode vanaf eind juni tot en met 4 september varen we iedere dag. En die andere tijden varen we alleen in de weekenden. En dan van 10 tot 6. We gaan continu heen en weer. Als we iemand zien staan, dan gaan we ook meteen er naartoe. Ja, het is een stukje service, hè. Als je zegt van nou, we varen maar om het half uur, dan moeten de mensen onnodig wachten. En ja, het is gewoon leuk om met de pont over te gaan. Dus dat gun je ze dan ook en dan moeten ze niet zo lang moeten wachten.
U doet het beide als vrijwilligers? We doen het als vrijwilligers, ja. Zelf een verleden in de scheepvaart? Ik niet, maar mijn partner wel. Altijd schipper geweest? Heel mijn leven al. Ik vaar nog zo nu en dan. Met alle handschepen, passagiersboten, tot groot en klein, alles. Je kunt een hobby noemen, hè? Je kunt er wat van maken, zo mooi te zien. Maar het is best wel leuk, hoor. Echt wel. Ik heb toen straks tegen Hans Krouwer gezegd, ik wil volgend jaar nog wel een paar dagen erbij hebben. Er zijn meerdere schippers op dit traject? Meer collega-schippers van hem en dan collega-kaartverkopers voor mij. En je bent altijd met je tweeën. En ja, het is gewoon heel gezellig. Het is gewoon heel leuk om te doen. Ik sta echt 's morgens op van, oh, leuk, we gaan weer. Ja, zeker als wij als partners kunnen dat nu samen doen. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. En ja, je bent dan ook heel goed op elkaar ingespeeld. Als je iedere keer een andere kaartverkoper hebt, ja, dan weet ik, dat weet ik niet. Maar ja, voor ons is dat gewoon heel erg leuk. Studenten die een kamer huren via de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen en tussentijds stoppen met hun studie, moeten binnenkort sneller op zoek naar een ander onderkomen. Aanleiding voor het aanscherpen van de regels is de grote kamernood voor studenten, met name eerstejaars. U wilt wat doen aan de studenten die tussentijds stoppen en in hun kamer blijven zitten? Ja, dat willen we zeker. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we natuurlijk omdat wij onze kamers nodig hebben voor de eerstejaars die hier komen om te gaan studeren. En andere huurders die nog wel studeren. En ja, dan moet je kiezen. Merkt u dat veel mensen dan die gestopt zijn toch blijven plakken? Nou, veel, maar het gaat toch om een 100 tot 200 kamers die we hopen daarmee extra vrij te maken voor de eerstejaars. En we hebben nu op dit moment een groot kamertekort, zeker in het begin van het studiejaar. En dan is het reden te meer om daar heel veel aandacht voor te hebben. En hoe gaat u dat, want u wilde in september gaan starten daarmee, hoe wilt u dat aanpakken als het gaat om het stellen van ultimatums? Nou, er is wij doen het niet zomaar. Dat is gebaseerd op de wetgeving voor de campushuurcontracten. Zo heet het formeel. En dat heeft ook allerlei termijnen moeten we daarvoor in acht nemen. Een student heeft, nadat we hebben geconstateerd dat hij niet meer studeert, hij moet dat zelf aantonen. Als hij dat niet kan, heeft hij nog 9 maanden de tijd om dan een andere woonruimte te vinden. En daar zullen we in de loop van dit najaar mee gaan starten met die procedure. Sinds 2002 geldt al dat studenten van 25 jaar of ouder die hun studie hebben voltooid snel moeten vertrekken. Jaarlijks zorgt dat voor zo'n 300 vrijkomende kamers. Naar verwachting schrijven ongeveer 3300 eerstejaars zich bij de studentenhuisvester in voor een kamer. Maanden wachten op een kamer is dan ook niet ongebruikelijk, omdat huuropzeggingen verspreid over het jaar binnenkomen. Nou is het al wel jaren gebruik om studenten die aan het eind van de studie klaar zijn, dat die uit hun studentenkamer vertrekken. Hoe loopt dat eigenlijk? Dat loopt prima. We hebben tot dusver steeds studenten van, of de huurders moet ik zeggen, van 25 jaar en ouder aangeschreven. En als die niet konden aantonen dat ze nog studeerden, moesten ze dan vertrekken. Dat was al elk jaar gaf dat, hebben we zo'n 1000 huurders aangeschreven. En daarvan moesten er 300 vertrekken. En die kamers kwamen dus versneld vrij. Wat we nu gaan doen is ook de jongere huurders dan gaan aanschrijven. Ja, dat. En wij verwachten dat het ook goed gaat lopen. U zei net al eerder van er is toch een tekort aan te bieden kamers. Hoe ligt de verhouding tussen vraag en aanbod op dit moment ongeveer? Nou, je hebt altijd te maken met een piekprobleem. Omdat alle studenten komen tegelijkertijd nu binnen. En die kamers die wij verhuren komen pas in de loop van het jaar door huuropzegging vrij. En we hebben over het hele jaar gezien zo'n 1300 kamers die wij aan eerstejaars en ouderejaars, maar met name eerstejaars, direct en indirect kunnen verhuren. En die 1300 kamers komen geleidelijk in het jaar vrij. Dat betekent dus dat er nu een tekort is. Dat is overigens in elke populaire universiteitsstad en dus ook zeker in Nijmegen het geval. En dat is ook wel heel vervelend voor die studenten, want die zijn allemaal naar zich op zoek naar de kamer die dan op dit moment beschikbaar is. Vandaar dat wij ook reisurgentie toepassen. In die zin dat eerstejaars die wat van verder komen, door ons het eerst worden geholpen. En zodat die zo min mogelijk lang op en neer hoeven te reizen. Tot zover het Kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. Hond in de pot en toch nog trek. Kijk dan naar de eetlust opwekkende gerechten van Let's Cook It. Direct na het weerbericht. Hier op Kanaal 13.